Met een beetje geluk is er aan elk nieuw Amsterdams restaurant wel iets nieuws te ontdekken. Of juist iets ouds. Een vergeten attractie als een biljart bijvoorbeeld. Antropoo is een nieuw restaurant op het Antropoo Dok. We serveren een vrij kleine kaart met gerechten die veel boven open vuur worden bereid. We proberen qua prijs best wel laag in te steken. De chef maakt elke dag één lijst met gerechten tussen de 6 en de 15 euro. In plaats van wat heel veel restaurants nu doen is menu georiënteerd, zijn wij heel erg à la carte georiënteerd. Je kan hier dus 2 gerechtjes eten en 2 glazen wijn. Maar je kan ook meerdere gerechten eten en je diner wat meer uitrekken en voor wat exclusievere wijnen gaan. Voor de mensen die liever wat minder gangen eten, hebben we ook enkele gerechten in dubbele uitvoeringen beschikbaar. Zodat je ook 1 of 2 gangetjes kan eten en voldaan kan zijn. Daarbij ondersteunend een brede wijnkaart met een mooie mix tussen nieuwe stijl wijnen en oude stijl. Voor een schappelijke prijs, een gelimiteerd aantal wijnen per glas. Maar dat geeft heel veel ruimte om dingen open te trekken en nieuwe dingen te proeven iedere keer als je hier komt. Arvid kookt zoals elke chef tegenwoordig binnen de seizoenen. We hebben een grote barbecue staan waar we heel veel langzaam in garen. Veel groenten en vis. Viskoppen en wild zwijn schouders. Direct erop duifje en het tarbot van de graat. Wat knolselderij, koolrabi. Deze worden gepekeld, heel rustig gedroogd boven de barbecue. En die gaan vanavond in de frituur. Dan poft ze heel mooi op. Er is veel gerookte en geroosterde ingrediënten. En dat ondersteund door wat meer comfortabele elementen uit de Franse keuken. Dus lekkere sausen, crèmes. Vroeger was Antropoo Dok 10 tot en met 6, dus bijna 1000 vierkante meter, een heel groot biljartcentrum. Dan moet je denken aan rokende mannen en een Heineken-tappie. Misschien voor sommigen een beetje een muffige sport, wat toch een heel leuk gezelschapsspel is. Dus je kan ook bij Antropoo even langskomen, een biljartje leggen, een glas wijn drinken en weer ervandoor gaan. Of aan het einde van een diner afsluiten met een biljartje en een glaasje cognac of iets dergelijks aan de bar. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.